En ik heet welkom Raoul Hellings. Raoul Hellings, welkom in de studio. Je zei me net, informatie bij Laika man, met jouw collega's. Van, ja, collega's. Eigenlijk ben je altijd, politieman blijven. Ah, ja, allemaal zei je master altijd inspect. Dus ik denk niet dat ze je ooit... Jij blijft gewoon. Wat voor info? Een info bij mooier. Het heeft altijd mijn aandacht. Omdat van huis uit me ook doen. Maar ze altijd bij Lopluko National Geographic Explorer Energie. En ten aanzien voor dat voor de Braziliaanse bijen. Hè? Die Braziliaanse bijen in feite hebben een mix. Wat er is gebeurd in het verleden. Net maar in Brazil experimenteren met die Afrikaanse killerbij. Mm-hmm. Toch, dat een aantal voor de Afrikaanse killer bij de man ontsnapt uit een laboratorium. En dat zijn die mannen in feite de mango kruisen naar die lokale bijen die ze in Brazilië hadden. Toch? En waardoor in feite een ras ontstaat. En dat ras is in feite een agressief mooie Afrikaanse killer bij zelf. Ja, ja. Ze behoren tot de agressiefste soort bijen die je hebt. Dus het is gewoon dat je want to brachon de mango experimenteren. Want to naar Afrikaanse bijen en de Afrikaanse killer bijen maar ontsnapt uit het laboratorium. Dus daar mango vermenging naar de lokale Braziliaanse bijen waardoor een ras ontstaat. Ja, doet me denken aan een kino jaren terug. Dat kino binnen The Fly. Ja. Ik wil ook dat kino naar theater Star. Maar ook toen die Python, hè, die de man charing qua Amerika. Op den duur, de man best aan niet voor experimenteren. Maar ik weet niet of ze tegen ratten of zo was. Maar in feite, de man, ze hebben daar ook helemaal overgenomen. Dat de man, in feite, de man verdreven aan alligator. Like in feite, nummer 1 in een voedingsketen erop. Dat is stabiel, ja. Ja, man. Maar jij bent, zoals ik zei... Je zal altijd politieman blijven, hoor. Ik denk dat als je gaat op de sites van de Ware Tijd en Star Nieuws om het nieuws te volgen. En ook al zie je daar olifants, één bericht en bericht 2, zie je daar nieuwe ontwikkelingen bij KPS. Dat je eerst gaat klikken op dat bericht. Klopt. Nieuwe ontwikkelingen bij KPS. En toch ga ik je vragen als jonge man met een behoorlijke goede kijk op zaken. Zijn er je mening over Atoli van Oli? Heeft het je getriggerd? Ben je er enthousiast van geworden? Nou, ik ben er niet enthousiast van geworden. Omdat in Lucas een enorme brede scope. En als je kijkt vanaf de regering 3 aan Isabito. Dan in feite kan je één conclusie trekken. De man is een babbel. Een aantal babbelkozen. Er is zoveel gezegd. Maar tot nu toe is er bitter weinig uitgevoerd. En de enige zand zal hij mee doen. Is hopen dat die olie eens uit de bodem komt en dat ze dus met dat geld de man kan meekomen. Maar om andere sectoren te ontwikkelen. Nou, je ziet de president daarmee borgo hier en daar. Dan gaat hij naar wat projecten van privé mensen. Daarmee want je ringo alsof hij in feite dat zaakje stimuleert. Maar op zichzelf heeft die hele regering de mannen doen niks. In feite als ze zo babbelkoos. Dus het is maar. Goed, je ziet dat de mijn hoorkraak voor Olikon. Dat Olikon dat de man kon pre-big spenden. Dat we hebben zo'n beetje ontwikkeling gebracht. Dus als regering zou je eigenlijk niet daarop moeten zitten wachten? Nou, je moet niet daarop zitten wachten. En kijk, even look hoe wereld weet toch. Amor, belangrijk zijn ze grond op af van hoe doen. Er is voedsel. En we hebben die asset hoe abja. We hebben vruchtbare grond. Als je die landbouw gaat ontwikkelen. En dan hoef je nog niet eens te gaan naar de grote wereld. Je moet alleen maar gaan naar de CARICOM landen. Met een bijna 20 miljoen inwoners. Als je voor de CARICOM kan produceren. Is er al die voedsel gedrapen. Maar dat is ook om een money abion. Kunnen we ons voorstellen dat. In feite Nederland. Hè, Suriname is 4 maal zo groot als Nederland. Nederland is na de Verenigde Staten. De tweede grootste producent van in feite. Of leverancier van landbouwgewassen. Toch, dus daar hoeven we het niet eens te hebben over die vruchtbare grond en alles. We hebben hier dat ding gewoon voor het oprapen. Ik kan bonkwas en dat is een negro. Met een goede aanpak. Maar dat je ook een pressie voor Nederland. Want je moet die mensen daar wel toegeven. Dat hey, de mafara. Toch? Maar je zou echt wel een goede speler kunnen worden in met name het Caribisch gebied. Als je dat zaakje echt serieus gaat aanpakken. En je hoeft niet eens te hopen op olie. Want 20, 30, 40 jaar in feite...
is die olieindustrie in feite ook al afgelopen. Want ja, men, iedereen wil gaan naar duurzame energie. Toch, en daar olie zijn ik ba. Dan zit je ook daar met die olie. Maar wat zo volgens jou, want het is ook jouw land. We hebben onze kinderen hier die we zullen achterlaten na verloop van tijd. Wat zal volgens jou het beleid moeten zijn? Moeten we gaan zitten nadenken, meneer Boksteen? We moeten altijd nadenken. Boksteen zei, er moet een kabinet van nationale eenheid komen. Ja, zijn dat nou een utopie, man? Om dat in goed te leiden, in goede banen, want dit is the last big chance we have. Zijn voor kabinet voor nationale eenheid. Ik denk dat het een beetje populistisch gepraat, man. Het gaat niet werken in Suriname. We hebben een mindset om te komen tot een kabinet van nationale eenheid. Er is te veel... Als hij is van olie, dan dwingen we naar de richting. No, Piraat Malai. En met name in een partij van de president, de Piraat Malai. Er zijn geen mensen die gaan willen samenwerken met anderen. In Bloekova van de bereidingsreform. De mij bereidingsreform voet ik in feite een biggie hap in die oliefondsen. Er zijn geen mensen die willen gaan samenwerken. Dus als we ons nu zitten blind te staren op een kabinet van nationale eenheid. Mika Bige, leg je nou uit Batak Anogo Rokoere. Ja. Mensen proberen gewoon een slag te slaan uit die olieindustrie. En wat zal het beleid dan moeten zijn dan? We moeten gaan voor sustainable development, duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat die gelden die je gaat halen uit die oliesector, dat je ze één, je zal sowieso een deel moeten gebruiken om schulden af te lossen. Maar aan de andere kant, zul je ook gaan moeten investeren in een fonds. Je gaat dat geld op een of andere manier moeten rentenieren. Voor make money. En daarnaast zal je ook nog gaan moeten investeren in sectoren die je op de long term in feite die inkomens gaan verschaffen wanneer die olieindustrie is afgelopen. En dan moet je dus daarbij vooral kijken naar die voedselindustrie. En je moet ook gaan kijken naar andere zaken, zoals als duurzaam toerisme. Dat zijn hulpbronnen die duurzaam zijn. Dat zijn geen dingen die nu opraken. Of ja, die ooit opraken. Dus daar zal je focus op moeten leggen. En eerlijk gezegd, in dit kader, in feite, van Stonja, je hebt geen enkele andere keus dan te hopen dat deze regering niet meer terugkomt. Want met deze regering ga je geen duurzame ontwikkeling bereiken. Maar je weet toch nooit hoe een stuivertje rollen kan. Nee, je ziet nu al de keuzes die gemaakt worden. En mind you, er zijn geen mensen die on the long term of die nu gaan veranderen. Het zijn gewoon incompetente mensen. En met die incompetente mensen kan je geen ontwikkeling brengen. Je ziet het ene debakel na het andere, toch? Als je het lijkt naar oefende maar de bezige kleuter. Maar het zou niet lukken, hè? Ja, dat gaat. Echt, want toen brokken piloten, jongen. Je slikt de man, ik want toen sobotom aan kopen, drap het. Hé, jongens, nu hebben jullie een beetje mag. En ga maar lekker stoeien. En dan is het maar hopen dat 2025 voor andere regering komt dan. Lekker experimenteren. Nee, dan ben je experimenteren, ja. Alle donder, maar jongen. Doet me denken aan wat ik. ik zei gisteren. Dat. Ja, mijn kara neng, maar mita ken het. Super Kenneth. Er is in de justitietop is er een denken om eigenlijk dat apparaat een beetje te reorganiseren, Isabi. En er is gedacht aan het opdoeken, de man dat KDU moest doeken op een politiepost Livorno. Naar Domburg. En Domburg. Ai. En volgens mij hebben we informatie daartoe. Ja, ik zei informatie voor... Politie. En het is in een officiële setting gezet. Ja. Dat als voorstel. Dat mis heb ook. En toen ik het hoorde, miskreeg ik. Ja, man. Echt. Je vraagt je af hoe men in hemelsnaam op zulke ideeën gaan komen. En je actie schreef af. Wat is de onderbouwing van in feite dat besluit? Ja, maar wie op misschreef je? Ik heb er al lang over nagedacht. En wie abakkelukba? Hoe je in feite dat politieapparaat ook duurzaam zou kunnen inzetten. Vertel. Kijk, we hebben minanga gentler. Hè. Kijk, je gaat jezelf niet zitten kittelen met de veer. Weet je, maar we hebben een aantal beleidsnotas geschreven. En we hebben over een aantal vraagstukken nagedacht. En we hebben gezegd, wanneer je die politiezorg duurzaam wil brengen, zul je een aantal zaken moeten doen. Toch? En één is het afstoten van oneigenlijke taken van de politie. En beveiligers. Beveiligers. Maar ook de Sansa's scoot u en doe. Want los door zijn verstrek rijbewijs. Ik hoor wachtina.
voetbalwedstrijden, alles soort low san. Toch begeleidswaar materiaal en dat soort zaken. Dat zijn zaken die je zou moeten afstoten. In dat kader hadden we ook al geschreven. Maar punt. Wie moet dan de orde handhaven bij een voetbalwedstrijd? Wat bedoelt Transvaal? Nee, die mensen moeten hun privébeveiligers inhuren. En als er in feite een risicogeval is, dan kan de politie dus daar stand-by blijven. Maar in omstens go to go hoor, wacht die tijdens wedstrijden. Die mensen moeten, er zijn genoeg security bedrijven die daar de orde moeten handhaven. En in de Nationale Assemblée? Ja, de Nationale Assemblée zou dat in principe ook zo moeten zijn. En dan heb je die politie daar als backup. Maar niet dat scouten moest kosten in verspilde tijd. Kijk, zelfs dat wat de politie nu doet. Hè. Bij de MSD was scouten we kon. Amo teka bronfidamo, pota bronfidamo, goes door regenverkeer. Hé, barada, je hebt een paar ambtenaren daar in hun vrije tijd. Want uw huismoeders, leid die mensen op. Gide me aan toe baton af van de kade. Samen, ik des maar zitten verkeer. En dan kan die politie daadwerkelijk gaan doen wat ze moeten doen. En dat is surveilleren. Mensen gaan stikken zeggen van, zegt Hellings dat huismoeders het verkeer moeten gaan regelen? Nee, dat is maar cru uitgezegd. Maar je kan mensen opleiden, weet je. En dan voorkom je dat die dure politieman of vrouw die je hebt opgeleid. Dat soort rommel gaat doen. Je hebt een heleboel politiemensen die daar dus op kantoren zitten. De meis doen turf, doen alle administratieve zaken. Kijk, je gaat niet iedere politieman in de operaties kunnen krijgen. Maar we moeten stoppen, toch? Om dat soort dingen voor politiemensen over te laten. En we maken die politiemensen ook lui. Toch. Kijk, in mijn perceptie zelf. Kijk, zelf onze interventie-eenheden. Bijvoorbeeld het arrestatieteam. Toch. En het is geen rocket science. Want als je kijkt naar die andere landen waar we die concepten vandaan hebben. In Nederland, de man van het arrestatieteam. Die is gewoon ingedeeld bij de basispolitie. En wanneer er calamiteiten zich voordoen, dan wordt die man opgeroepen daarmee. Kom aan mijn A-team gear die ready. En dan gaat die man in de operatie. Dat is dan ik bedank. Dan verdwijnt hij weer in de menigte. Maar bij ons daar, die mannen zitten. Ik snap je toch. Je hebt mensen die in feite in het korps zijn. Wat is er gaan gebeuren? Wat loopt chim units. Misschien is het je niet opgevallen. Maar om een scoutman one wear a uniform moro. Er is verschrikkelijk weinig aandacht. Die basispolitiezorg wordt verwaarloosd. Toch iedereen wil bij een unit, een recherche unit zitten. Iedereen wil bij mensenhandel zitten. Toch? En het lijkt alsof we in feite die agenda van het buitenland zitten uit te werken. Want er is zoveel aandacht voor zogenaamd bestrijden zware criminaliteit. Maar wanneer je zaken op een rijtje zet, dan ga je zien dat at the end of the day, wanneer we onze analyses zouden maken, want die man neem ik de analyses toe, dan zou je zien dat die vermogensdelicten die zouden vallen onder basispolitiezorg. Aan het einde van de rit zie je dat die ons veel meer schade berokkenen. Dan zelfs de drugscriminaliteit. Toch, want weet je wat het vermoesje doet als men gasbom lassi, als men maar vindt een gasbom? Toch, maar die zaken blijven onopgelost. Als ze dat mee doen aan auto kraak, die mee voer de wagi, sloop de wagi. Toch? Terwijl we weten waar die sloperijen zijn, pedes en serie, maar er wordt daarop geen beleid losgelaten. Er is alleen maar aandacht voor mensenhandel waarmee we misschien 3 keer per jaar een case hebben. Toch, drugsmokkel, oké, daar zou je moeten rekening moeten houden. Maar allemaal, iedereen wil bij een recherche unit gaan zitten, een kleine unit, waar men het als een soort statusverhoging ziet wanneer ze geen uniform hoeven te dragen. Waar ik eigenlijk... Ja, misschien moet er... Ja, ik vind dat er meer druk moet komen. Atori, toen ik sprak tot Eik, hè? Tot ja? Revelino Eik. Uh-huh. En hij me vertelde van bijna 3 barkie. Scoot to the Atori. Dat is wel... Dat vind ik wel... Ja, het is een ernstige zaak. Oké, Amoxie, de minister, heeft de volgende dag gezegd, niet zoveel. Uh-huh. Dat is volgens mij 200 zoveel. Wat maakt het verschil uit nou 250 plus 300? Maar het is gewoon te veel. Precies, je zet mensen om beveiliger te spelen terwijl je een CIVD hebt, een DNV, je hebt een BBS daar. Maar meer de maatschappij, die agenten zelf, de mannen vinden het cool. Want natuurlijk vinden ze het cool, want kijk, luister nou, een soort beveiliging staan in Suriname, maar het is een grote grap. Laten we het daarover eens zijn, het is een grote grap. Omdat zang. Temi moest beveiligen, man, toch? Dat Temi beveiligen, man. Dan moet ik een attaché koffer of als de vrouw van de minister naar de markt gaat, dan moet ik daar tas houden. Als ik dat moet doen, wanneer heb ik de kans om je überhaupt te beveiligen?
wachten. Moeten die mannen dat doen? Dat, dat behoort onder andere tot datgene wat ze moeten doen, ja. De tas van de man. Ja, de man showkoffer naar de soort zijn dat hij. Maar meer dan een gonde in een koffer. Soort gonde in een koffer. Wat heb je aan een pistool in een koffer? Een pistool moest de neus kiezen. Meer dat die klik, dat vliegt het eruit. Ach, nou maar, ik kon horen, ze vast putten lolo, ze nemen hele geudrappen, man. Ik zie ze bij de president en bij de VP. Nou. Als je een wapen in een koffer hebt, heb je niks aan dat wapen. Want ik voel me een steek bij brada. Enige zin zijn, maar naar veel lange koffer gaan, man. Ja. Maar voor ze op een koffer of zo, maar bos ik ba. Maar, kennelijk, geeft men meer aan, of echt men meer waarde aan in feite het verheerlijken van zichzelf. Toch zo'n statusverhoging. Toch, want dat zijn sweetie toch, die tere jangen, zwaailig serene, alle mij drie biggie. Is dat toch, of om net als meneer Amoksimi Beshama na leiding. Commissaris Weting weg. Zwaailig serene, alle mij drie biggie. Dat toep drie barke meter moro faradaan. Amang go drink wat water kron te drapen na des ma sei ser water kron te ere. Dus van dat soort dingen, als nou een soort boost gaan, maar ego aan mijn status nooit gedacht tot gaat. Is dat niet toch? Als je dat soort dingen... Dus met Syrië kron te gaan koop. Met tegi, jongen. Met tegi. Mina ga maar met eye contact mee wenken, maar. Mi shide beveiliger van maas revi. Alla de ma misab de ma ala mala. Amare anga wagi. Nauwelijks 200 meter of 300 meter zijn die, die zijn die aerotonde. De man go stop drink, wat water a kronto. Wat kronto water a? Ay, kronto, is dat niet, te is dat niet toch? Yeah, yeah. Caribbean coconut, die man bos, die man waritje, die kan drinken kronto water. Ja, ja. Let's be honest, man. Ja, ja, oké. Toch? En als je daarvoor 20 of 30 beveiligers nodig hebt. Ik heb een hier. Die hele camera heb je hier in de war gegooid. Die hele camera begint te flikkeren, feit ik voor a kronto. En dan wordt er... Wacht, we gaan die camera's verwisselen. We gaan deze camera, geef hem mijn camera. Of de camera op mij gaan geven. Dan winnen we tijd, kan je deze gebruiken. Wacht even. Ik ga even beginnen. Want gaat door die mensen. Er is niks aan de hand hoor. Amara Ulta Kronto, alles slaat hier door. Slaat door hier. Waardoor we even een andere camera voor hem gaan gebruiken. Maar dat is de essentie van het verhaal. Mm-hmm. Het verhaal is eigenlijk... Verkeerde prioriteiten die gesteld worden. Oké. Kan je wat ruimte geven hier? Hoofdruimte? Nee. Met de camera. De camera moet een beetje... Ja, dat is goed. Dan gaan we terug in beeld. Aha. Dus eigenlijk gaat het erom... die beveiligers moeten gewoon weg van de... Dus dat is een van de dingen. Dus ik had aangegeven aan of wegnemen van oneigenlijke taken. Toch? Waaronder dat van de beveiliging. En twee, je zou gaan moeten prioriteren waaraan je aandacht geeft. En dat kan je alleen doen door onderzoek. Het laatste onderzoek zou doen in KPS heb ik gedaan met meneer Isaacs. Toch? Een criminaliteitsbeeldanalyse waarbij je duidelijk ziet welke zaken geprioriteerd moeten worden. En het beeld is wat dat betreft niet zoveel veranderd hoor. Toch? En het blijkt nog steeds dat terwijl we zoveel aandacht zitten te geven aan zaken die voor het buitenland belangrijk zijn. Terrorisme en al dat soort dingen. Toch? Dat is mijn keren aan de vermogensdelicten. De schade loopt in de miljoenen. We staan er niet bij stil. Toch? En wat voor antwoord heeft men op die basispolitiezorg? Toch? Dan hebben we ook installeren want een buurtmanager. Ik bedoel van, kijk, het is leuk als je een paar buurtmanagers installeert. Maar dat is niet wat we nodig hebben. We hebben slagkracht nodig. Maar die buurtmanager geeft toch... Ik denk dat mensen toch wel... Dat op prijzen van er is tenminste een aanspreekpunt somewhere. Ja, maar daarmee heb je het probleem niet opgelost. En om het in politietermen uit te drukken. De Scootmans referen. Is dat van mij denk je, maar als je soort buurtmanager zijn. In Scooto zijn we op een term. 3512. De man dat buurtmanager nog pak 3512 zijn niet aan. Wat is wat bedoel je dat? 3512? Zaken zijn eigenlijk, ik wil boekje, want kan je idee vergieten, eigenlijk. Dus dat is mijn zin, en de buurtmanager, met de man, go, hoor de schrift bezig naar ze. Hey, en de buurtmanager, nu is het sweetie, want wat gebeurt er op de deur? De man kiest nieuw brom, maar op wat laptop, is dat toch, aan mijn kang, hij kan zijn eigen overuren boeken, want overuren is nou een belangrijk fenomeen. Mm. Toch?
Dan staan maar vier aan mijn dag. Hey, no. Kan je maar te modderij kantoor dienst dat bakken na dat mogen boekwantoe over uur mogen lukwantoe 35, 12 geval. Ik zei toch kan de buurman en buurvrouw nog eens abra afas van askotoe en wakken of van de kronte of manja en hangen. Ik zei toch en dat ding is te sleepen. Dan was dit dus dan buurmanager ook even dat buurmanager op een middel. Ik zei toch. Boeken over uur. Ja, ik boeken over uur of als er ergens of als er ergens een auto gesleept moet worden naar de alle dit soort zaken. Dan daar komt de buurtmanager in. Ik zei toch waardoor het erop gaat lijken alsof daadwerkelijk gewerkt wordt. Maar de effecte de koor wordt niet aangepakt. Ja. En dan wat krijg je? Je krijgt een overbelasting op die RBT's. Toch? En alle respect de RBT er ook. Maar op den duur wordt dat werk ook te veel voor die mannen. Toch? Je ziet dan in het gros van de gevallen naar de RBT boek succes er. Ja. Ik zei toch. En ik denk dat aan de andere kant. Aan de regeringen breed die toe toch. Wat actori ja. Want. Wil ik dat ik of contactori. Ja, ik of contactori. Want. Zodra dat speelt. Hoeven de mannen geen nieuw uniform aan te schaffen. Want. Mange gentle ook te beschrijven zijn. Toch. Langer. Oké. Okay, net toen de vorige regering zou aftreden. Een jaartje geleden of zo. Dan mange gentle ook doen aan iteratie. En we hebben gezien dat in feite een nieuw tactical uniform ons in feite een heleboel besparingen zou opleveren. En dat zou in feite de uitrusting van die politieambtenaar ook functioneler maken. Want met een uniform zou je in feite een fijnpoe aan skoot toe. We hebben een beetje een postuur voor de maat. Een fijnpoe aan skoot toe. Een kans bij het gaan op pretty. En nu is een fireweer. In feite een uniform bij het kastap is geen vrede jongen. Ja, ik gewoon skin kan verschroeien. Dus we moeten overgaan naar in feite concepten die in de wereld al bruikbaar zijn. En dat gaan weer gewoon full en blow. Want tactical gear, want polo, want tactical broek, tactical boots. En weet je wat het mooier van maar is? Maar je kan bruik bij boemoren zo op nou? Nou, bruik bij boemoren. Sam stof lik agrees. Maar wat er nu... Ja, maar ja, San Capriti, man. Ja, maar stof waardeloos. Maar waar het op neerkomt, die man een gentleman met een calculatie. Toch? Wang, heel tactical outfit, toch? Het is goedkoper dan een enkele bolle hoed of een schoolhoofddeksel, een bankroof. Zet hem maar af nu. Dus wie ze gebruiken hier tactical gear, komt het veel goedkoper uit dan datgene wat er nu gebruikt wordt. Maar zij de man ons niet toe. Omdat kennelijk, samen denk ik, een man of twee man en jana de kleren zijn in de stof. In mijn huidige uniform. Waardoor men geen haast heeft om over te stappen naar het nieuwe uniform. Isabito. Maar op dat punt zou je dus ook al kunnen bezuinigen. En wat we toen ook hebben gedaan, hè, want afraastuk Ubepakan in samenwerking met Prado, we hebben ook gezegd, we gaan dus daar ook kijken naar het personeelstekort, om sneller te werven, waardoor we in feite een middag- en ochtendlichting hebben zitten draaien. Weet je, maar Assan bij de heerscala van activiteiten die we hadden voorgenomen om het een en ander recht te zetten. Maar het schijnt dat deze minister, amang, nou, hier trouwt aan mij op en minus, eigenlijk, jongen, je zit zelf af te vragen wat die man al die tijd in zijn carrière bij de politie heeft gedaan, jongen. Wie? Amoxie, amang, nee, verstaan, niks, amang, nee, verstaan. Om een uniform erdoor te krijgen, jongen, 3-4 jaar bij haar bezig, de ene na de andere commissie, jongen. Het een paar betekenen, zijn ook schersen, toch? Dat minister dadelijk tegen verjaar, wat actie op tegen verjaar, dat je stelt, want commissie en voor de man gaat onderzoek op tegen verjaar. Weet je, er gebeurt gewoon niks, er is geen enkele visie, toch? En ja, het bevreemd me helemaal niet. Dat kan man kon een idee, dat jongen, we gaan Livorno en Domburg. Wat zou dat betekenen? Ja. Kijk, Livorno is een drukke post. Strategisch. Ja. Domburg zou misschien een iets minder druk zijn. Maar, wat je daar hebt in die kom, Livorno, Domburg. Er zijn een heleboel uitvalswegen daar. En los daarvan, er zijn een heleboel bedrijven daar die economische activiteiten. Sol en zo. Ja, Sol. Maar ook staatsolie. Ding. En gas. Alle soort bedrijven die in een blok drapen. Toch? En we weten ook dat
Maar in Suriname voor een goed deel met cash wordt gewerkt. Dus als je die pasta gaat opheffen. Ik eigenlijk nooit op zo'n idee. Nee, die jongens gaan ook erop inspelen. Dus die mogen naar de slag. En wat er gaat gebeuren als Livorno wordt opgeheven? Latour moest door Rocco. Er wordt druk daarop hun toch? Latour is nu al ondoenlijk. Omdat Latour op wat unit heeft geweld. En tegen dat Latour drap het in maat. Assange is van Pauli. Want los van het feit dat de meeste in de school man go regel verkeerd drap het op een kruising. Van kruising neemt drap. Ik koos alweer in een straat naar Latour weg. No? Toch? Daar zit je ook nog met de familie kwesties. Assange is van soort Pauli. Toch heb je de unit verkeerd daar. Weet je? En als je dus dat van Livorno ook nog erbij brengt. Toch? Wordt het onhoudbaar voor die politie. En als je Domburg ook eruit haalt, daar is het hek helemaal van de dam, ja. Toch? En je zou met de cijfers in de handen, en ook een beetje je gezond verstand gebruiken, zou je zien dat het ondoenlijk is om te gaan snoeien in de basispolitiezorg. Omdat die basispolitiezorg ook al onderbelicht wordt. Je zou juist gaan moeten snoeien in die zaken die je in feite prioriteit geeft omdat je een beetje geld krijgt van Nederland, bij wijze van spreken. Ik bedoel, het is maar een gedoe. Je bent een echte politieman. Het is maar een gedoe als we steeds aandacht zitten te geven aan zogenaamd financiële onderzoek. Kan je wel financieel onderzoek in 3 jaar? Ik bedoel, als je dat wil doen, cluster van afdelingen, bot of fot of fadekade afdeling. Cluster die 2 afdelingen. Cluster ze met mensenhandel waar je nauwelijks cases hebt. Toch? Geef die mensen een generalisten training. Hou die mensen bezig. Zodat wanneer die gevallen in die sfeer zich voordoen. Dat de mensen dus daarop kunnen inspelen. En dat mensen die vrijkomen. Moet je sturen naar de basispolitiezorg. Poorde maar zijn druk stempels aan afheer die. Bij, misschien rijbewijzen, maar ook bij de vuurwapen aanvragen. Poor de man, make de man go roko in a operationele, want daarvoor worden ze opgeleid. Ik laat burgerpersoneel die administratieve handelingen uitvoeren. Ik vind jammer eigenlijk dat die zoon van de president jullie uit die dienst heeft laten zetten. Alla boer uit dat dienst, no? Omdat ik merk dat je toch wel, je hebt cabeza en je weet waar je over praat. Hé, hey, mijn oas kapier, maar. Ik ben daar denker dan wel langer. Hij is laatste beleidsplan. Het grootste deel was ook mijn input. Maar goed, we gaan niet zitten pochen. Maar die jongen had je nooit uit dat dienst moeten laten zijn. Nee, maar dat. Maar als ik je maar. Maar als ik je boy. Als je ziet wat dingen die in de resolutie staan. Ik hoop dat de rechter vernietigt uitspraak. Dat hij dus daar ook zijn braak zou komen inslikken. En kan zeggen dat ik was ook verantwoordelijk voor deze shit. Ik zei weer toch, mama. Als je kijkt naar datgene wat daar is neergepend. Ik bedoel van, Marishano, de man wordt ook allemaal mooi worden. Die man, minusab, heeft maar mee smokken of zo. Maar die man leidt aan wat ze noemen megalomani. Is een beetje grootsheid waanzin. Je wil een beetje belangrijker voordoen dan dat je bent. Omdat je pa een beetje, of toevallig president is. Dat wil je doen alsof je zoveel macht hebt. En, nou, is cold. En in feite een soort chainboy dat je moet hem niet te veel aandacht geven. Isabito. Maar als hij, als hij zegt dat hij ons heeft laten weghalen. Nou dan, bijna, ik ben tjara resolutie kon dan. Ik zie wat voor inbreng Rishanu in die resoluties heeft gehad. Door foo, tak na. En poor gentleman. Maar ook. In een her, blabla, samen bij blabla. Je ziet dat, het is alleen maar rommel, toch? Als je ziet dat iemand aanhaalt dat honderden Hindustanse agenten onder Prada zijn achtergehouden in een bevordering, dan denk je dat, jongens, kan die weer vergeten. Maar die me bij de voorzitter voor politiebond en daarna Atompai, want toen had ik was een tijdje ook bij HR. We hebben weer voor gezorgd. Dat elke politieman wiens bevordering in feite gerealiseerd moet worden. Dat alle bevorderingsachterstanden hebben we ingelopen. En dat maakt het niet uit of je nog Hindustan, Blakkaman of Smaars. Allemaal. En die man praat over honderden Hindustanen. Dan moet hij met naam en toenaam komen. En laat hij 1 of 2, 3 gevallen noemen voor Hindustanse jongens. Toch? Die zogenaamd 6 jaren en achtergehouden zijn. En om te zien dat Amano Sap next. Je praat over
zes jaren van de tweede naar de derde streep. De enige manier waarop je misschien zes jaren in een rang zou kunnen blijven. Na de IBD in de stuitrang. En die zijn dus agent van politie eerste klasse. Die voor streepje. Naar onderinspecteur de IBD op drie knoppen. En al die mensen die destijds 10 en 14 jaren aan zijn achtergehouden. Omdat ze in die stuitrangen waren. Zijn op de een of ander. Die zijn gecompenseerd. Mensen zijn bevorderd tot inspecteur of brigadier. Nog voordat ze op die opleiding zouden gaan. En dat is dus om de mensen te compenseren voor het verlies van de afgelopen jaren. En daarnaast hebben we in die manschappenrang. Mensen die in feite nog niet op het punt waren om bevorderd te worden tot in de naast hoge rang. Die mensen hebben we ook bevorderd om die formatie in feite een beetje vorm te geven. Toch? Dus als die man praat over honderden Hindustanen, dan mensen denk ik dat jongen. Appa, dus die heeft er geen benul van en die. Dus ergens nee, kan je. Hij lult gewoon in de ruimte. Dus, goed, dat is dus eigenlijk kan je de reactie van mevrouw Pocky begrijpen? Nee. Nee, mijn mama begreep haar reactie van Pocky. Nou, man. Hoe dan? Als maar onprofessioneel. En ze is corrupt bezig. Luister. Heb je echt uit die voice kunnen halen? Die vraag die ik dus gisteren stelde. Dus luister, het gaat niet eens om de aard van de informatie die verstrekt is. Maar laten we het zo stellen. Tegen Lucas aan toch. Eén, dat van privé gaat niet op, want je bent publieke figuur. Het gaat om twee publieke. Daar ben ik met je over eens. Het gaat over twee publieke figuren. Wanneer je zegt dat je iemand een favor bewijst. Goed dat het zou kunnen. Dan is het eenmalig. Maar dat wat je ziet en kan destilleren uit die correspondentie. Dan is het als een structureel sani. Toch? En ongeacht de aard van de informatie, ik kan je naar mijn tijdje dat je iets doet drapen, je hebt me. Maar, ik kan je helpen misschien met het versnellen. Maar, het resultaat van mijn werk moet ik formeel op papier zetten, want toen was het niet zo. Moet ik kunnen zeggen, kijk, dit is de informatie en ik heb het via die en die kanalen gestuurd. Maar waar het misschien zes maanden zou duren, heb ik ervoor gezorgd dat het binnen een week is geschied. En je zou dus daarbij ook nog een cc naar de consul-generaal moeten sturen. Want manchu, als Raoul Hellings daar was als consul-generaal, zou Raoul Hellings het niet eens in zijn hoofd kunnen halen om met die mevrouw te appen en te zeggen van ik heb dit nodig. Ze zou me vragen, zo maar scoop mee. Dus die man heeft niet daar geacteerd of gevraagd om in feite assistentie op basis van zijn functie als consul-generaal. Maar op basis van het feit dat die man zoon van de president is. Toch? En op het moment dat je dat doet, dan is er sprake van nepotisme. Toch? Bevoordeling op basis van een bepaalde relatie. En nepotisme is een van de meest voorkomende verschijningsvormen van corruptie. Dus dat excuus, dat vlaggetje gaat helemaal niet meer op. En al zeker na het debakel met mevrouw Asawini, zou die mevrouw beter moeten weten. Ik kan je misschien die favor verlenen. Toch? En dan maakt het niet uit als je me 1000 keren dat verzoek stuurt. Ja. Maar alle 1000 keren dat ik je informatie geef, moet ik ervoor zorgen dat datgene wat ik heb gedaan, dat het formeel wordt vastgelegd in de boeken en dat ze over een cc moeten gaan naar de consul-generaal. Bent niet bezig in je eigen winkeltje, tak je guans moa Santa Borg toch? Nee, maar gisteren. Ja? Gisteren zei. Ik ga het voor je voorlezen. Ja. Ik vond het een interessante reactie hoor. Deze persoon, die zei. Ik denk dat mevrouw Pocky alle verzoeken van Rishanu binnen het kader van het toelaatbare heeft ingewilligd. Maar informatie over burgersfondsen te ver gaan en heeft dan geweigerd. En hij heeft dus toen disrespectvol gereageerd. Want daarom zegt ze toch informatie over burgers. Luister nou. Dat van het kader van toelaatbare is flauwekul, is onzin. Omdat één, het niet mevrouw Boekie's taak is om die informatie te geven. Er zijn kanalen en daar geeft ze ook aan hoe die aan die informatie gekomen wordt. Toch? En twee, het is aan je huishoudingsherdraai. Toch? En wie kan mij zeggen dat die informatie die ze gegeven aan die man heeft. Hoe kunnen we verifiëren dat het daadwerkelijk die informatie is die ze zegt te hebben gegeven? We moeten nu gissen. Ja. Toch?
En we zullen het nergens kunnen achterhalen, want het is nergens officieel vastgelegd dat, kijk, die en die gegevens heb ik gegeven aan meneer Rishano. En het is geen informatie van over mensen. Over mensen. Mm-hmm. Dus dat soort dingen, het is flauwekul. En als professional zou je sowieso secuur moeten werken wanneer het gaat om zaken die betrekking hebben op mensen hun persoonsgegevens. Ook al zou je zeggen, iemand heeft zijn paspoort verloren. Weet ik wat je met die informatie gaat doen? Waaruit blijkt dat die man überhaupt zijn paspoort heeft gegeven? Heeft verloren. Of zijn paspoort is vervallen. Je moet de onderliggende informatie sturen. Het enige wat ik voor je zou kunnen doen, is ervoor zorgen dat dat zaakje wordt bespoedigd. Maar mino kan zijn informatie die hebben aan telefoon. Lekker mij weer een crimide. En dat ik je in feite een broodje verkoop. En dan meteen denk ik, ik kan begin borgen in je pijl laten. Nou, dat is niet ook. Dat ding is geen bakoverwinkel. En dat soort dingen krijg je wanneer mensen niet daar worden geplaatst op basis van hun, in feite, hun kennis als technocraat. Maar op basis van een stukje politieke loyaliteit. Want dat is mevrouw Pokkie ook. Ze is een politieke loyalist. Ja, iemand van de ABOP die daar is geplaatst. En ze is niet daar geplaatst op basis van haar kennis en kunde. Maar ze is niet de eerste en ook niet de laatste. Ja, maar dat legt ook geen zoden aan de dijk. Toch, two wrongs don't make one right. En als we zeggen dat we voor beter bestuur gingen, of gaan. En dat heeft die president toch ook gezegd. We gaan voor beter bestuur. Dan zullen we ervoor moeten zorgen. Dat we niet de blunders maken van onze voorgangers. En dat we dus goed willen komen praten. Ons eigen falen, omdat onze voorgangers die foto ook hebben gemaakt. Ja. Nee, het werkt niet zo. Maar krijg je er geen rillingen van? En baart je geen zorgen wanneer de zoon van de president zich zo uitlaat over andere Surinamers van? Eigenlijk moet je naar Boussietang, Ilegja Afrika en zo. Dat is de aard van het beestje. Die man heeft de opvoeding ergens vandaan gehad. Die man is toch thuis bij zijn vader opgegroeid. Het is nature nurture toch. Het gaat om een deel van wat je uit de samenleving of uit je milieu krijgt. Maar ook een goed deel wat je in huis wordt bijgebracht. Dus hij moet het vanuit zijn habitat, zijn omgeving gehad hebben. Dus als hij die uitspraken doet. Dan mag je met een aan Zekerheid, waarschijnlijkheid zeggen dat ik amankie zijn vanuit dat milieu. Toch, dus dat moet je niet verwonderen. Als ook die vader in feite op een dergelijke inborst heeft. En we vergeten snel, want het is diezelfde vader die had gezegd. Dat mensen er moeite mee hebben dat de Hindustan president is geworden. Hoe dan moet je vergeten? Wanneer mensen uitspraken doen, wanneer meneer Jogi zegt dat er vanuit een bepaalde groep normen en waarden niet wordt aangeleerd of bijgebracht. En we weten ook met een aanzekerheid krijgen ze de waarschijnlijkheid. Tak amana blakka manga mee taki. Toch? Dan mag je weten dat wat voor politiek er daar wordt gevoerd. En als je kijkt hoe de zaak zich vertaalt op de werkvloer, dan zie je dat mensen ook op basis van die uitspraken zich verheven voelen boven andere groepen. En het is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. We hebben dat niet nodig in Suriname. Gelukkig heb je ook binnen die groep, die verschillende groepen, heb je ook nog mensen die de nuchterheid behouden. En zeggen, tak, je kan tak zeggen, je wani. Maar je spreekt niet van mij. Is dat weer toch? En zo heb ik een aantal van die Hindustanse broeders ook. Die niet vinden dat ik een rommel dat ik geld heb. Oh. En ze distancieren zich. Zo voor zich niet eens te distancieren. Ze gaan je gewoon wijzen dat ik brada. Amma net dat gimme. Ik wil niet eens namen noemen. Mama wat aantal voor de man jongen. Heer die de man de man de mij kami. Oso. Isabito. Ook kan gispantori. Isabito. Minongo karning. Isabito. Ja. Je hebt net de naam Jogi laten vallen. Ja. Ik heb meneer Ramcharan in dat vraaggesprek horen zeggen. Uh-huh. Waar blijft de PG? Want eigenlijk, wat moet Jogi worden opgepakt? Moet hij worden aangesproken? Moet hij worden verhoord? Meten we met twee maten? Wat vind jij zelf van die hele case? 3, 4, 5 maat. Kijk, van die PG moet je in feite niet te veel proactiviteit verwachten, Isabito.
Sorry, de PG is eigenlijk, als je mij vraagt, ook een aanfluiting voor het Openbaar Ministerie. Als je kijkt de manier waarop zaken in feite worden aangepakt. In het ene geval wordt er zoveel gedaan en in het andere geval wordt er niks gedaan. En als ik misschien mijn eigen geval mag nemen. Toch? Je hebt gebruik gemaakt van je fundamentele rechten. En dan is het diezelfde PG die OPZ komt instrueren dat je hebt zitten opruien. En dat je het openbaar gezag hebt beledigd. En dat je de staatsveiligheid in gevaar hebt gebracht. Of dat je de regering omver wilde laten werpen. En toch, en in dit specifieke geval, dan zie je dat die PG in feite buiten beeld bleef. Of als je kijkt naar het geval van Nikeri, nog voordat het onderzoek is gestart. Je team gaat daar de mij vinden, want toen de mij vinden een graafmachine, een mini-graafmachine en wat kerosine. En de PG die geeft opdracht om die zaken te vernietigen. Goed, eerlijk jongeman, jongen. Als je een graafmachine hebt gevonden, een graafmachine moest bij, een ding heeft een chassisnummer of een registratienummer. En dat registratienummer kan je terug rechercheren en je kan zien wat de herkomst is van die graafmachine. En je zou dus op basis daarvan zou je verbanden kunnen leggen en je zou mensen kunnen in beeld kunnen brengen als potentiële verdachte. Maar je opdracht tak vernietigen, San. Misschien is dat gebeurd en het is daarna vernietigd. Nou, het is niet gebeurd, man. Het is niet gebeurd. Als het gebeurd was, zou het ook uitgemeten worden. Want het is, bedoel van, aan een rocket science. Toch. Maar dan zie je al ook welke rechten die PG opgaat. Die selectiviteit waarmee zaken worden aangepakt. Dus in het geval van Hellings, Gentle of San, wordt er zoveel in feite ten laste gelegd. In feite, de maat met zoveel woorden. Het feit dat je gebruik hebt gemaakt van je fundamenteel recht, heb je geprobeerd om in feite een coup te plegen. Dat heeft men met zoveel woorden gezegd. En je hebt de... Je zou een gevaar vormen voor de... Ja, je hebt de staatsveiligheid in gevaar gebracht. Weet je? Om vervolgens op slinkse wijze ineens in een jaar in Exmoor of Hassan. Maar in dat andere geval, daar ben je er zo als de kippen bij... Om te zeggen van oké, okay, nee, we gaan. Maar wat is er aan Kees zo'n? Aan Kees de pending. Ik heb in feite, we hebben een kort geding aangespannen daarover zo. In feite, er is een aantal keer uitgesteld. Uiteindelijk de maandag 25 of 26 oktober moet er een uitspraak komen. En in die ambtenarenzaak, die hele bodemprocedure, komt er op 19 januari een uitspraak. Om een uur ben je erin, gaan berusten, maar... Want Oké, Libby, ik ben er nog steeds van overtuigd. Dat als ik kijk naar dat werk wat mijn advocaten hebben verricht, toch? En op basis van de dingen die er zijn, dat ik grandioos je winnen case. Weet je toch? Maar je bent je niet te langer mee gaan bezighouden. Ik bedoel, het leven gaat door. In zorgwipching, in doe alles soort zaken. Dus ik heb mijn ding gedaan. Ik mag blij zijn, want na aan soort zaken. Ik heb in feite geen dag moeten werken, hè. Maar als je, want ik lees veel reacties, van acte matief me, Amarat, hij geeft geen complimenten, acte brother of me, en Amarat de timey, nadat hij zo naar je zit te luisteren, Amarat timey, laat me mami even antwoorden, mami heeft een belangrijk ding, dat moet ook kunnen in Bakar. Ja. Ik ben nog bezig. Nee, je moet mami niet verwaarlozen dan. Ja, je neemt verwaarloos je mami toch? No. Mi mami, de standby. Je mami Archie. Ja, man. Ama schreef ja. Jammer dat deze mensen eruit zijn. Jammer, Cliff. Is dat, je gaat het niet vinden in de app. Is op mijn privé app. Aha. Isabi. Maar kan ik verwachten dat als Kota Kowina kies, liever app maar je kan straks lezen. Kota Kowina kies, wil je dan nog terug in het korps? Ik moet terug gaan in het korps, omdat er een aantal dingen zijn. Je moet je naam gaan zuiveren. Mm-hmm. Weet je, en ik ben in mijn rechtspositie beknopt, dus de man moet spijt me. De man moet spijt me, ze moeten mijn schadevergoeding betalen en ze moeten me in feite alle emolumenten. Waar ik recht op had, moet men me betalen. Ik neem grap. En men moet me in feite mijn salaris en mijn vakantiegeld, alles moet men me doorbetalen. Toch? En in feite, je zit te denken dat ik had ook aangegeven van mij nog een pensioen in een korps.
Maar als het zover is, dan, wat, dan is loop je ook al tegen de top van die organisatie. Maar je zei mezelf, ik heb mijn top bereikt en het kan, ja, ik hoef geen korpschef te worden. Nee, ik hoef geen korpschef te worden, maar je moet je naam wel gaan zuiveren. Mm. Toch, want als mensen dingen zitten te verweten die haak staan op de waarheid, dan ben je het wel aan je stand verplicht om die naamzuiverings in orde te maken. En wanneer je dat gedaan hebt, dan ga je een stukje verder kijken. En contact kan je me vier per juango. Kan je actie me if als ik al benaderd ben door politieke partijen. Ik ben benaderd, ja. Ik zou het doen. Maar ik heb nog geen keuze gemaakt. Weet je, maar weet je dat echt? In feite van die samenleving wel. Mensen we hebben, zeggen, de zaak is zo verziekt. Nee, kijk, mijn naam is integer boy. We hebben beter bestuur nodig in het land. Toch, en als je kijkt naar datgene wat de politiek ons in de afgelopen 40 tot 50 jaar heeft bezorgd. Toch, dan zeg je dat, hey, you need to take a stand om in feite de aanzet te geven tot een andere manier van politiek voeren. Dat was ook de reden waarom ik heb gezegd dat ik in het bestuur van de Surinaamse Politiebond ga. Om mensen te laten zien dat het anders kan en anders moet. Mm. En wanneer je dat hebt gedaan, dan ga je verder. Je hebt die aanzet gegeven en dan voor de rest dan ga je blijven om het zaakje te volgen. En steeds daar te zijn als een watchman. Weet je? Maar zelfs, ik vind niet dat ik een carrière politicus moet worden. Ik heb altijd gezegd, ik maak me sterk voor dogmatiek. Ja. Ik wil, als ik wat ouder word, ik wil gaan doseren aan de universiteit. Oké, komende collegejaar, ik begin aan wat masterstudie. Dus ik wil sowieso gaan doseren op de universiteit. Ik wil gaan promoveren. Dus ik wil niet echt in de politiek gaan om er carrière te maken of om er zogenaamd rijk van te worden. Je wil in feite die aanzet geven tot verandering. En als het zaakje op rails komt, breed me, ben ik de eerste die gaat zeggen dat, hey, jongens, bedankt. Dat is van mijn archie, ik ga doseren. Van mij, Lucky, Koronto, nou maar, nap naar je zee. Soort Koronto. Koronto. Oh, no. Je hebt geïntroduceerd. Oh, ai. Nou, pa, zwakkie, man. Je ziet dat. Kijk, je wil mensen niet onaangenaam zijn. Maar als je gaat naar een uitvaarddienst en je moet een speech houden. En als die man van een speech van vier regels en maar wat spiekbladje van houden en toch eerst doen gago of zo. Je hebt een vergelijkingsmateriaal. Het is niet iemand die je met mij zou moeten vergelijken. Ja, oké. Maar eigenlijk is het breaking news. Tak? Zei Juno dat je wil ervoor gaan. Je wil niet meer langer aan de kantlijn blijven staan. Nee, dan ben ik mijn keuze eten, maar ik ben in ieder geval met. Dat is niet belangrijk. Belangrijk is, je wil wel, je bent wel bereid om die stap te maken. Als het, ja, tuurlijk wel. En Noah, maar dan leg je uit dat, ja, je hebt zogenaamd die protestacties gebruikt. Alleen politieke partijen, want wat men ook doet, is een stukje karaktermoord. En mensen dus proberen de indruk te wekken alsof het in de politiek gaat. Alleen voorbehouden is aan mensen die zogenaamd in partijen en traditionele partijen zijn. Het is ieder vrij, het staat ieder vrij. Om de politiek in te gaan. Wat de beweegredenen ook mogen zijn. Ja. Dus dat mensen gaan aanvallen, omdat je destijds protestacties gevoerd hebt. En nu heb je gezegd, ik ga naar politiek. En omdat dat de manier is waarop je die verandering te weten brengt. Maar ze kunnen zeggen, toen reeds in organic had je een politieke agenda. Nou, ik heb een politieke agenda, jongen. Ik vond het gewoon triest. En ik had het al voorzien, hè, wat er zou gebeuren. Dus dat die olieprijs nu in feite op bijna 50 is. Had de gentleman ik ook al voorgehouden. Toch, het is nog niet eens op zo'n piek, want in feite moet die olieprijs naar 60. Ja. Je kan en mag niet namens Gentle praten, maar jullie zijn goede vrienden. Nou, Gentle aan misschien, man. Maar denkt hij ook zo? Maar Gentle, nou, min of meer. Maar naar politiek toe? Nou, Gentle, die wil ook een beetje. Hij wil ook een beetje studeren. Hij gaat trouwens ook studeren. Mm. Toch? Maar we zijn qua een heleboel dingen op lijn. En eerlijk gezegd, Gentle ook. In feite, hij wil niet echt in de politiek gaan. Gentle tegen me, dat hey, Oula Samuel eigenlijk. Ik wil ook gaan doseren. En dan, toen ik kon horen, dan wil ik gewoon op een boerderij gaan wonen. Dan moet je me praten wat arbeid. Isabi toch of zo. Dan
Als donder, maar na mijn oostak en mijn serie naar de zand. Maar dan eigenlijk ook een beetje heusje, boompje, beetje. Mm. Is dat weet je. Maar op het moment dat je ziet dat de toekomst van je kinderen, ja, want ik vind, van mezelf ben ik in feite al uitgeleefd als je kijkt de dingen die we behalen. Toch als je kijkt, in motorlijk volksjongen uit van BRTP en van niks, je hebt het kunnen realiseren, je hebt een gezin, die abi of zo, de show over dat soort dingen niet. Geen zorgen te maken. Toch, maar als je kijkt naar in feite de toekomst die onze kinderen te wachten staat, toch, dan kan je zeggen, oké, ik heb mijn schaapjes op het droge, misdoendrapje, maar op een bepaald moment zeg iets je dacht, maar dat we need to take a stand. Ja, ja, ja. Toch? Want als we op deze manier doorgaan, hebben ze geen toekomst. Hebben ze geen toekomst. En misschien hebben wij zelfs geen toekomst meer. Ja, ja. Oké, iemand zegt, Cliff, sorry hoor. Sorry, ik moet veel meer drinken. Mm-hmm. Atom Pai schreef op FB dat hij NPS gaat ondersteunen. Gaat Hellings ook daar naartoe? Want dat is ook oude politiek, zegt iemand. Maar heeft Atom Pai dat bekendgemaakt? Atom Pai bij Podor Santak met de NPS. En nou een grap. Minus, hij heeft nou een grap. Maar Atom Pai, ik weet het niet. Hey. Maar loop, NPS was het vast. Dat betekent niet dat hij naar de NPS gaat. Maar ik ga absoluut niet naar de NPS. Maar welke partij hebben je benaderd? Zijdelings NPS. Ik heb gesproken met... Je hebt gesproken met de Palo. Ik heb gesproken met HVB. Zijdelings ook een beetje met de mensen van A1. Weet je? Zijdelings ook NDP benader mee. Weet je? Maar ik heb die keuze nog niet gemaakt. Maar ik zeg ook, wanneer je in feite... Of denk je er aan een nieuwe frisse partij? Nou, niet eens aan een nieuwe frisse partij, maar een nieuwe ideologie. Toch kijk, je moet je niet te veel gaan inbeelden. Want een nieuwe partij oprichten kost één heel veel geld en tijd en inzet. En de tijd naar de verkiezingen is misschien kort. Maar daarnaast is dat ook niet wat Suriname nodig heeft. Dan word je de zoveelste partij. Maar is dat nieuwe ideologie? Links georiënteerd, rechts georiënteerd? Ik ben een beetje in het midden. Ik ben niet helemaal links, ik ben niet helemaal rechts. Toch? Want kijk, men schildert links meestal af als negatief. Communist. Toch? Maar er zijn een heleboel linkse ideeën. Kijk, die rechtse manier die we willen benaderen, die komt eigenlijk ook niet goed tot uiting in Suriname. Omdat we die democratie van ons is echt onvolwassen. En de mensen die we nu hebben om leiding te geven aan het land, het zijn geen mensen die zich zouden kunnen houden aan de standaarden die in feite de westerse democratie van ons vereist. Als dat het geval was, was meneer Santoki nu al afgetreden en die zei, ik ga op non-actief, omdat een rotzooi is aan mijn zoon, Mickey. Had Jogi gezegd van nee, laat het onderzoek van de PG komen, ik maak pas op de plaats. Toch? De president in meerdere instanties, want Amana, hij is degene die van grappen maken, nee. Babyface. Mm-hmm. En ons heeft opgedrongen bij SLM. Hij is ook degene die het bewerkstellig heeft. Dat van mij voor douane en Kalaikan. Dat we met die mensen zijn opgeschreven. Hij is ook degene die van mij en de Haan in onze keel heeft gestopt. Toch? Maar hij is niemand genoeg om die verantwoordelijkheid te nemen zoals die westerse democratie van ons vereist. Dat dus je voordoen alsof je zogenaamd rechts, uiterst rechts bent. Dat zaakje, dat werkt niet voor ons. Je zou een balans moeten vinden tussen en links en een beetje rechts. Toch? Want dat beeld dat we onszelf ook scheppen, dat we een verzorgingsstaat zijn, dat werkt ook niet helemaal, want we kunnen onze burgers niet voorzien in de meest basale zaken als ouderen bij wijze van spreken onverzekerd zijn. Toch? En als er geen manier is om mensen die in die ernstige voedselnood zitten, dat ze daar kunnen wezen om in feite te kunnen voorzien. Toch? Dus je moet ergens een balans kunnen vinden. En ik sta dus zowel open voor een beetje links als een beetje rechts. En wij als Surinamers moeten gaan kijken wat in feite het best voor ons zou werken. Toch? Maar wat we sowieso niet moeten doen, is dat we in feite gaan denken dat een of ander messias ons
uit die rotzooi gaat komen halen waarin we verzeild zijn geraakt. Het gaat niet helpen. Ik ga een paar reacties lezen. Ja. Je weet dat ze niet zo. Je maakt me actie in de huis en een serbe doen aan het rassani. Je was in de huis aan het rassani, je was veel tabak. Mensen. We zijn, nee, ik ga dat niet doen, want mensen, schrijf op FB van Cliff. Kan morgen. Nee, maar die man, wat we hier gehoord hebben, heeft niks te maken met Kantmoro. Ik heb gewoon een hele nuchtere en zakelijke relaas gehoord. Zakelijke relaas gehoord van. En dan noemen ze het op een takkie. De man van Grasroots moest verstaan ook toe. Abra Saouwe. Hé, maar ik heb echt een voorliefde voor passie voor Suriname. Mevrouw van Dijk-Silos. Ja, en dat ding. En ik heb heel veel bewondering. De gedachte is goed. Ja, en ik, nee, maar ik heb ook heel veel bewondering voor. Van Milton Castellan. Oh, ja. Appadassarapoman. Er zijn een paar mensen die ik ook hier kreeg, hoor. Waarvan ik zeg. Jij hebt ook indruk op hem gemaakt, hoor, vandaag. Dat ga ik eerlijk zeggen. Niet om je te vleien. Af als wij denk je en zo. Maar ik kreeg mensen. Mevrouw Silos is een uitgesproken mening. Mevrouw Ashnakanhai vind ik, vind ik super. Begrijp je? Mensen. Maar de vraag is, moeten de mensen in die politiek? Of moeten ze... Weet je waarom? We hebben... En ik denk dat dat belangrijk is bij de volgende regering met oil en gas. Moeten we gewoon nog steeds onafhankelijke mensen hebben die nieuwe regering ook op de vingers stikt, vanaf de eerste stappen. Maar heeft allemaal lang naar politiek zijn ze er deel van. Daar is passie voor Suriname in feite, bij uitstek in feite... Maar heeft passie zelf gooien naar politiek dan? Passie nog gooien naar... Er zijn mensen die op de laatste lezing hebben geopperd van... Hé, wij moeten dit ding maken tot een politieke organisatie. Nee, maar ik denk dat de mensen van passie voor Suriname zich daartoe zullen laten overhalen om het te maken tot een politieke organisatie. En in ieder geval, ik denk het niet van de drie mensen die ik zie als in feite de trekkers. Milton Castellan, mevrouw Van Dijk-Silos en mevrouw Roos en Franklin. Toch? Echt, het is lust om naar die mensen te luisteren. Hè? En als ik zie hoe ze nu reageren en in feite geen enkele regering die komt... moet denken dat ze in feite het makkelijk hebben. Deze mensen, ze fileren je gewoon, hè. Maar ik ben met me eens, toch? Inderdaad, we moeten een soort organisatie, maar ook de media Een watchdog. Toch iemand die altijd een vinger aan de pols houdt. Ja, maar ook die oude batterij aan kritische mensen nu. Ja. Die moeten gewoon doorgaan. Ja, helemaal. In feite zou ik me ook in dat rijtje willen scharen. Niet dat ik echt de politiek zou... willen ingaan. Maar ja, en Serena, boy, we hebben een hele weg te gaan. Want op het moment dat je begint lever kritiek, dan heb je label. Toch? Oppositie. Ja, kijk, als je kijkt naar toen we als Organic bezig waren met protestactie. Gewoon kwam mevrouw Del Castillo en ja, niet om dat te bespreken. Uit het niks dat je en dat de Organic Movement een verlengstuk is van de NDP. Toch? Ik bedoel van. Where in the blue hell did you maar heeft dat te maken met het feit dat NDP gelieerde mensen zich ook zijn komen mengen? Je weet het probleem krijg je als een man bekend staat als NDP'er. Ja. En die man komt, ik zeg maar wat, Verkarasani, Maku, Katugar Maku. Maar maak even hierin toe. Dus als jij je actie hebt aangekondigd. Mm-hmm. Kan je niet aan Maku zeggen dat hij niet mag komen? Nee, je kan niet aan Maku zeggen. En het probleem hier is... Dat is Maku komen, dan moet naar tafel zien. Dan gaat men het bestempelen als een NDP. Ja, precies. Dat is wat men doet in feite ook een beetje aan wat men noemt voter shaming. Mensen worden in feite verweten op basis van de keuze die ze destijds hebben gemaakt. Het staat er ieder vreemd aan... Maar heeft dat organisch gekild? Ja, min of meer ook. Min of meer ook. Maar dus aan de andere kant... Dus dat Maku de weg blijven?
Nee, maar ik word niet weg moeten blijven. Code eerlijk. Je hebt ook een heleboel mensen. Het is maar bij de uit op eigen glorie. Sabi toch? Neem maar bij Lobaso een jugu-jugu. Terwijl je daar bezig was om een boodschap te brengen. Kijk, binnen Organic was het ook niet altijd koeken. Maar zijn jullie nog één? Hebben jullie nog contact? We hebben nog contact. Een paar mensen hebben aangegeven dat ze willen het rustig gaan doen. Het was niet hun bedoeling om dingen zo ze wilden een signaal geven. Hebben ze spijt van? Weet je, nee, ze hebben er geen spijt van. Daar niet. Weet je, maar ze hebben gezegd, kijk, ik heb het signaal gegeven. Oké, en tot daar aan toe. De rest is niet van mij. Dave van Aarde bijvoorbeeld, die zei, hij wil geen politiek bedrijven. Weet je? En heeft gezegd, kijk, ik heb mijn bijdrage geleverd. Waarvoor we uiteraard heel dankbaar zijn. Toch? Maar Leen Cameron heeft ook aangegeven dat kijk, dat organic hoofdstuk is voor mij afgesloten. Weet je, en je zou dat moeten respecteren, weet je. Maar de mensen hebben dus hun offers gebracht, weet je. We waren het ook niet altijd over met elkaar eens over een heleboel dingen. We hebben echt ideologische battles ook uitgevonden voordat we naar buiten kwamen. Dat dit gaan we zeggen of dit gaan we niet zeggen, weet je. Maar wanneer we naar buiten kwamen, toen waren we wel in front. Weet je? Ja. Maar dan zit je af te vragen, waarom komt die mevrouw ineens om organic aan te vallen, toch? En te zeggen dat we een verlengstuk zijn van de NDP, omdat je één of twee mensen... Kijk, we hadden ook mensen die van huis uit NPS'er waren, toch? Maar die ook een sympathie hebben getoond, ja. En hebben gezegd van, misschien kom ik niet in de frontlinie, maar jullie hebben altijd mijn backing als je iets nodig hebt. Oké, doe ik het. Uiteindelijk, meneer Belfort en mevrouw Etnel, die zijn zelfs komen meelopen. Hebben deelgenomen aan de demonstratie. Dus je zit je af te vragen, als mensen überhaupt, als mensen een kleur hebben, betekent dat wanneer een partij niet aan de macht is, dat ze geen recht van spreken hebben? Ja. Toch, dat is precies datgene waar ik over val. En we zijn zo onvolwassen. We verdragen niet van elkaar. Dat het moment dat iemand in feite kritiek komt afleveren, dat we niet langer gaan kijken naar de inhoud van de kritiek, maar dat je gaat kijken, je gaat op de man spelen. Ja, oké, laat me de berichten lezen. Niet allemaal, hè? Nee, normaal is allemaal en dan zou je normaal takken. Limbo, dit is het niveau dat Suriname nodig heeft. Gentle ook uit, dit zijn, nodig gentle ook uit, dit zijn echte Sanamangs. Hellings, ga in de politiek, please. Want ik pik dit niet langer. Dit is te persoonlijk over Dave, dus dat hoef ik niet eens te lezen. Wat vindt Hellings van het... het begint eerder. De regering die nu zit, bestaat uit piraten. Daarvoor heb je Hellings niet nodig. Ze stieren alles wat vast en last is. Daarbij proberen ze bepaalde instituten onder controle te krijgen. En de rechterlijke macht. Wat vindt Hellings van het zwaar stilleggen van de mensen die opkomen voor de rechten van Surinamers? Arkinorde, maar ik hoef daarop niet eens antwoord te geven. Ze hebben mij toch ook in feite weggewerkt omdat Mibekon op belangen van Suriname. Men heeft er zogenaamd proberen te maskeren en te zeggen dat je hebt in feite plichtsverzuim gepleegd. Dat is bullshit. Ik heb gewoon op basis van Fusami bevieren en ik zag dat Asano Wakaboom. Heb ik gezegd van nou, we need to take a stand en het maakt me dan geen hol uit. Ik moet lassen roken of wat. Maar iemand moet het uiteindelijk gaan zeggen omdat het verkeerd kan geapproved worden. En we zien in welke richting het opdreekt te gaan toch. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar iemand heeft ondertussen ook al geschreven een of ander case, ne? Donk of wat. Ja, heb ik gelezen. Dat heel ding van die diepzeehaven van die Kerry een ordinaire oplichtingszaak lijkt te zijn. Toch? En als je dat zo is, een president en prescherm, maar groen, toe man. Constant in mijn naknakken, man. Het is maar nog geen naknakje zo toch. Maar nou, wat doen die mensen om je heen zo, jongen? Constant in mijn draaien, jongen. De mij ligt die op. Oké. Iemand schrijft, ik weet niet, ik kan deze Raoul Hellings, mevrouw Hellings, als u luistert, dit is binnengekomen hoor, dus. Iemand zegt, ik kan deze Raoul Hellings wel zoenen. Hij geeft onomwonden zijn mening, is recht door zee en neemt geen blad voor de mond. Ik hoop dat hij oprecht blijft.
Ik ben altijd oprecht. Het laatste is belangrijk. Ik ben altijd oprecht gebleven. Mm. En je nog maar zo'n meer, ik is probleem met een brako meisje. Wie is dat? En mijn vrouw. Oh. En mijn vrouw naar brako meisje op Facebook. Ja. Serieus, no? Ja, maar. Ik kreeg veel reacties hier in die live. Hoe is dat je vrouw? Nee, nou, mijn vrouw, man. We zijn al 2 jaar getrouwd. Oké. Nou, dan weten we dat. Is ze vrij actief, moet ik zeggen. Ah, en nou, mevrouw Asmar. Vrouw, man, bedrijf, ze studeert binnenkort af als master in accountancy. Oké. En ik heb een aantal insteken, dus naar mijn backbone heb ik toen. Een succesvolle man, moet ik zeggen. Nou, maar wat was smart vrouw, jongen. Oké, kom Suriname redden van de rovers. Meneer Cliff, de passieorganisatie wil lijken op de nieuwe Stem Slim. Nee. Ook heel selectief. Ik geef Cibrano gelijk om te wachten op een uitnodiging. Ik weet niet wat dat laatste betekent. Ja, maar het is geen Stem Slim, man. Nee, het is geen Stem Slim. Kijk, je hebt... Misschien moeten de mensen zich beter gaan verdiepen in Passie voor Suriname. De mensen van Passie voor Suriname, die zijn, er zijn geen mensen die zich bedweterig voordoen. Toch? Wanneer er in feite bepaalde dingen gedaan moeten worden, toch? Kijk, als er een lezing georganiseerd moet worden. Kijk, daar hebben meneer Kastelen, mevrouw Van Dijk Silos. En, weet je, die hebben de lied genomen. Maar die hebben ook gezegd dat, kijk, we hebben die lezing georganiseerd. Maar op den duur moeten we teruggaan naar de grassroots. En daarvoor ga je ook mensen nodig hebben. Dan ga je misschien een gentleman, hellings nodig hebben. Die diezelfde boodschap die wij hebben gegeven. In hapklare brokken kunnen brengen voor de grassroots. En die hebben dus ook gezegd dat, kijk, onze beweging staat niet alleen open. Je politieke kleur maakt op dat moment niet zoveel uit. Maar we moeten een job doen. Toch? En als je het niet begrijpt, dan zou je misschien denken dat Passie voor Suriname een beetje voor bekakte mensen of zogenaamd academisch aristocratische mensen is. Nou, ieder heeft dus zijn competentie en vanuit die competentie, wanneer het moment daar is, dan gaat Passie een beroep op je doen om te zeggen van, hey, kijk, dit is jouw pakje aan. Jij gaat nu op de voorgrond en de mensen die op de voorgrond waren, die gaan op de achtergrond en die ga je dus die feedback geven. En men denkt dat Passie alleen is om lezingen te organiseren. Je hebt een aantal mensen die... Kijk, we zijn met een initiatief begonnen. Waarbij er in feite er een aantal murals gemaakt worden. Er wordt geschilderd op muren. Waarbij er wordt aangegeven Passie voor Suriname. En dat soort dingen. En er zijn een heleboel goede initiatieven. Je bent ook in Passie, dan? Ik heb een voorliefde voor Passie, ja. Ja. Oké. Dag meneer Raoul. Taxivrouw van Hannah's Lus groet. Veel succes. Goedemiddag. Nee, zijn oud bericht moet ik even scrollen. Atom Pai zal bij deze de juiste keus maken, want NPS is de enige partij die al bewezen heeft dit land uit een diepe dal te halen. Wanneer partijen als NDP telkens weer Suriname financieel naar de afgrond heeft gebracht. Resultaten. Door structureel corruptieve handelingen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Oké. Wie is voor Hellings de alternatieve gestippelde leider om dit land te redden? Ik geloof niet in een leider. Ik geloof niet in één persoon en een messias die Suriname naar in feite het paradijs zal leiden. En dat is in feite de fout die we maken. We denken dat we een sterke persoon nodig hebben die in feite de contouren zal zetten en die alle touwtjes in handen heeft. Toch? Nee, het gaat om een idee dat je goed moet uitwerken en daarvoor zou je mensen verantwoordelijkheden moeten geven. Maar als we denken dat we een leider nodig hebben die alles weet, dan ga je er bekijkt vanaf komen. Omdat één die leider niet alles weet. Maar daarom moet je mensen scholen, want iemand zegt in de live, mina pe hellings na gente lego mego. Precies, die. Ze moeten niet achter jullie aan. Nee, ze moeten misschien die ideologie ook noemen, maar in hem. Kowakal ik kwam brengen, kou naar bakken. Niet om mensen disrespectvol te zijn. Je hebt die kennis niet in huis. En 2, die span of control op den duur ga je niet, je gaat geen overzicht hebben op alles. En dat is maar boroi. Dus als we denken aan een sterke leider, laten we kappen met dat idee. Laten we denken aan ideeën en dingen die we kunnen uitwerken. En dan hoeft het niet altijd om grote mega dingen te gaan. Kleine succesjes toch. En kijk, ik denk na hè, aan bepaalde dingen. Weet je waarin ik me erger? Afas van Kondre Doti. Ja. Toch? En als je kijkt.
Is iemand ooit op het idee gekomen om te gaan praten met die bedrijven en te zeggen van, hé, luister nog, bedrijf X of Z. Laten we een overeenkomst aangaan en zeggen van, hé, kijk, jij houdt onderhoud dit pleintje en als tegenprestatie zeg ik dat je dus vrij mag adverteren. Toch? Maar jij zorgt ervoor dat pleintje schoongehouden wordt en als tegenprestatie ga je ervoor zorgen dat er geadverteerd wordt. Dan hebben we beide een win-win situatie. Toch? Maar vast van, het eerste maar nog maar denken, jongen. Je acties er even de meego doen naar buitenland. Even naar gewoon de meego's doen op een beetje de meego wat er konden, jongen. Of de mannen je vast aan een keer indrapen, jongen. Ja. Hebben we een probleem? Hoeveel gaat het je kosten om te zeggen van, hé, we gaan nu plastic recyclen en op den duur dat we gaan plastic verwijderen. Ah, maar dat is ook wel een krim, gewoon een woord te zeggen. Nou, we moeten niet zien hoe je plastic zakken moet, want alle plastic zakken zijn het aan je koeien milieu terechtbakken. Kijk, Parbo is begonnen met statiegeld geven op de flessen. Maar in Nederland zijn het men zo ver dat men op die petflessen en alle dingen blik zijn niet. Toch? Neem eigen statiegeld. En weet je wat je uit die dingen kan doen? Je kan bezig om zo die dingen maken. Hè? Toch? Dus even onnormaal denken in het trend dat ja, daar zijn we bezig in feite het land naar de verdoemenis te helpen. Meneer Limbo, over Braziliaanse bij gesproken. Hellings is net een Braziliaanse bij, heeft me geprikt. Limbo Hellings en Missy Cabas, dat zou een mooi politiek koppel zijn. Betekent het dat als je in passie zit, je geen lid mag zijn van een politieke partij? Nee, je mag wel lid zijn van een politieke partij. Ja, mevrouw Silos zei, geen vooraanstaande mensen van politieke partijen. Oké, nee, dat mensen die dus. Dat kan ik begrijpen. Ze gaan misschien niet op de voorgrond komen, maar ik denk dat in feite mevrouw van Dilos Dexilos ook openstaat voor de feedback van die mensen. Hmm. Ik ben helemaal eens met Raoul, geen enkele vooruitgang. Wa minister Wangwe, ma anomangwe. Je bent lekker mondig als je in de politiek wil gaan ervoor. Oké, dat is. Ik hoef niet alles te lezen. Hellings zegt resultaten van het verleden zijn geen garantie voor het heden. Klopt. Maar mooie praatjes en goede uitleg liggen toch nog verder van het verleden. Klopt, je zal mensen. Kijk, daarom meet ik het voor zo'n kiezen was mij, hè? Toch? En dan heb ik het over de verkiezing. Moet je voor jezelf ook nagaan wat de mensen hun trekrekker zijn. En ik ga mezelf niet zitten promoten om het maar zo te zeggen. Als ik überhaupt zou moeten beslissen om in de politiek te gaan, mag je ook naar mijn trekrekker gaan kijken, toch? En ik ben er in dit geval wel trots op de verandering die ik heb gebracht bij de Surinaamse Politiebond. Van een organisatie, uiteraard met anderen die aan de afgrond was, hebben we die organisatie weer op poten kunnen stellen. Als je kijkt naar dat we ons bondsgebouw, alle zaken die in verval raken, waren, hebben kunnen herstellen. We hebben ervoor kunnen zorgen dat er gedegen financiële verantwoording wordt afgelegd. Toch? En dat in feite de structuren in place zijn, dat er geen beslissingen buiten de ALV worden genomen. Maar ook daarna de zaken die je hebt bereikt voor de individuele leden, dat ze in feite konden bogen op een degelijk loon. Ja, het is nu weer aan inflatie of aan devaluatie onderheven. Maar het zijn zaken die in feite voor zichzelf spreken. En ja, misschien wil je niet iets gaan. Als je kijkt naar wat ik in mijn werk heb gedaan. Weet u dat ik ervoor heb gezorgd dat we in feite ook ons criminaliteitsvraagstuk op een wetenschappelijke manier hebben kunnen benaderen. En aantoonbaar hebben kunnen aangeven welke zaken een prioriteit zouden kunnen worden. Maar ook naar de stukken die je hebt voorbereid en hebt aangegeven aan het bevoegd gezag ter uitvoering. Dan zeg je van, hey, kijk. Dat zijn mensen met een bepaalde trekrecord. Ik ben misschien een nieuweling in de politiek, weet je. Maar dat is de manier waarop je naar mensen zou moeten kijken. En niet op basis van het feit dat ze flink gebekt zijn. Of een beetje kunnen zeggen wat de doorsnee burger denkt. Want dat doen ze per slot van rekening allemaal. En als ze dan een beetje muziek erbij zetten en een streetparty organiseren, nou, dan is iedereen verkocht. Ja.
Meneer Cliff, passie zal nooit de reddende engel worden in deze samenleving. Maar passie heeft zich ook niet geprofileerd als de reddende engel. We willen wel die stem zijn. Zie het gedrag van mevrouw Silas bij het gesprek met meneer Brewster. Als zij haar zin niet kreeg, wil ze het gesprek verlaten. Gelukkig heeft Limbo haar zo ver gekregen dat ze niet is weggegaan. Dit geeft wel de toon van passie als je haar taal niet spreekt. Ja, maar mevrouw Silas is what you see is what you get. What you get, ja. Ze is geen fake, ze is hoe ze is. Precies. Alles wat er nu gebeurt, meneer Cliff, hebben we te weten aan het Surinaamse volk zelf. Toen wij nog afhankelijk waren, was het niet goed voor 1975. In 80 hebben de militairen overgenomen ook niet goed. Daarna kwam Shankar ook niet goed. Daarna Venetiaan ook niet goed. Wijnabas ook niet goed. Daarna Nieuw Front weer niet goed. Daarna Boudersen ook niet. En nu Shantoki. De vraag is wie dat nou goed wel kan doen. Ik denk dat Suriname niet multicultureel had moeten zijn. Sorry. Venetiaan en Boudersen zijn de beste presidenten geweest. Let wel, een zwarte man, daarna een Indiaan. En opmerkelijk is dat deze twee bevolkingsgroepen de eerste zijn die hier waren. Dus alle anderen na hun hebben het verpest. Ja, wat een benadering is dat. Ik denk bijna met de solismes doen. Denk, dat kan maar zitten karta dan mee vergeleken. Van die man en jongen, denk. De vrijmetselaar. Maar kijk, het is niet de bedoeling dat je mensen de schuld gaat geven van zaken. Kijk, die republiek is ook vrij jong, hè. Nog jong, ja. Ja, het is nog vrij jong. Dus je gaat bepaalde een fouten krijgen. Mensen gaan het niet goed doen. Maar ook op meneer Venetiaan heb ik mijn kritiek. Toch? Dus Venetiaan heeft wat goede dingen gedaan. We moeten meneer Venetiaan ook niet de hemel in prijzen. Want hij is degene die om de duur ervoor gezorgd heeft dat politieke ambtsdragers, nadat ze hebben gezeten of wat, dat ze een pensioen voor hun leven kregen. Toch? En dat is iets waar ik me ook niet mee kan vereenzelvigen. Waar ik bedoel, van mensen zitten misschien een jaar, doen een heleboel rommel dan. Aan mij kies pensioen telekamer dede. Dan moet die gewone man van de straat moet dan zitten werken. Tot 60 jaar of zo. Voor een habbekrat. Toch? Iemand zegt me, ja, maar deze bubbelkous bij jou, Limbo, vecht ook voor zelfverrijking. Zelfverrijking? In welke zin? Je wilt blijkbaar bij de holingpot. Nee. Ik hoef niet eens bij de holingpot, brada. Hey, als je weet hoe ik ben opgegroeid, jongen. En als je kijkt naar de manier waarop ik leef, jongen. Ik had gewoon kunnen zeggen, hey, ik ben blij met mijn ambtenarenbaan. Weet je, en ik kan ervoor zorgen dat ik mijn creatief in mijn vrije tijd geef. Ik doseer ik. En, meer ben pinaire. Is dat toch? Maar vooral, en ik was er beide hoog opgeleid. Weet je, ik kan voorzien of ik kan nog steeds voorzien in de behoefte van mijn kinderen. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb twee stiefzonen, ik heb twee zonen en ik heb een dochter die binnenkort 18 jaar is. Zo. Toch? Dus ik heb altijd, Timmy Beck is mijn money, ik heb altijd gebudgeteerd een appeltje voor de dorst en daarom hoefde ik misschien niet echt te werken. Toch, ik heb... Ik bedoel, zegt, de mensen moeten weten hoe ze omgaan met hun geld. Ja, niet dat iedereen om te gaan met hun geld. En Ori moet niet bemoeien in mensen hun privé. Ik mag dat zeggen, Ori mag dat niet zeggen. Ori is minister en hij zou ervoor moeten zorgen dat ik... Dat de mensen het goed hebben. Je moet geen excuus komen zoeken. Want daarmee bij dat rassie werd er anders gesproken. Toch? En ja, op de duur, ik geniet van de eenvoudige dingen van het leven. Dus als men denkt dat ik daar bij een honingpot terecht wil komen. Mind you, je hebt het verkeerd mis. Als ik sinistere ideeën had ik ook die bondsgas van de politiebond leeg kunnen dragen. Toch? Maar dat is niet mijn aard. Dus als je denkt dat ik ergens bij de honingpot wil blijven zitten, daar heb je me niet goed begrepen. Mijn voorkeur gaat uit naar doseren. Daarom heb ik gezegd, ik heb een voorliefde voor de dogmatiek. Daarom heb ik me gestoken bakken, want Timmy Trong, een bepaalde liefde, want wil ik aan de universiteit doseren, ik wil kritische mensen opleiden. Ik wil niet zo graag in de politiek zijn. Oké, we moeten afronden. Het was nice om te praten tot... Ik heb veel complimentjes, Raoul. Maar ja, je zal die dingen lezen later als je zelf gaat kijken naar die live. Hij mag wel een koopje in voetbal later. Wel een koopje later. KPS tegen Teleperformance. Ja? Hij bedrijf een kompa, jongen. Nee, maar beloof. Dit is referentie. Arminus mag wel een koopje. Mag wel een koopje. Atompa, je doet dat van veld. Oh, oké.
Mensen, jullie moeten ook komen. Rukoluko, Nes. Waar is dat? 9 uur. Nes. Teleperformance tegen KPS. Komen jullie genieten. Zal dat iedereen play? Ai. Iedereen die 9 euro. Ai. Komen jullie genieten. Rukon, ontspannen. Stref, uno, weer. Stref, eden, toen, sin, dat kost je maar 45 SRD. Als je kan bij ons of als je geniet ervan, poer op je stress. En plastic weer in een. Wat zeg je tot slot? Incompetente regeringsleider. Nou, in feite, ik zou de mensen een hart onder de riem willen steken. Eén, toch? Anticiperend op de toekomst zou ik mensen willen zeggen: dat, hey, maak je keuze, laat je niet verleiden. Voor een enkele uitkering. Toch wetende dat ik. Tena dat hij. Dan. Baka dat de man banangai. Maak een bewuste keuze. Want politici. Tede mij kont op je. Die mannen komen echt met een. De man. Ze zijn geslepen. Toch. Je hoeft niet steeds te kijken naar. Hey, wat kan hij voor me doen of wat. Maar kijk wat de mensen van Suriname kunnen doen. En kies uiteindelijk toch voor Suriname. Toch. En ja, als het echt niet anders kan. Ik zeg het niet graag. Maar als je heel ergens buiten moet gaan zoeken, dan moet je het gaan doen hoor. Niemand gaat je kunnen betichten van landverraad. Want je moet per slot van rekening ook nog kunnen overleven. Maar goed, dat is mijn advies. Maar voor het overige, hey, Surinamers, ik hou van jullie allemaal hoor. Ai, en we hoeven het niet altijd eens met elkaar te zijn. Toch, maar we moeten ook altijd kunnen luisteren naar de argumenten die we aandragen ter onderbouwing van onze stelling. En wanneer iemand kritiek op je levert, moet je dat niet als persoonlijk opvatten zoals de president dat doet. Want die president van ons, we weten ondertussen dat hij ook heel onverdraagzaam is en niet goed kan tegen kritiek. Ja. Raoul, dankjewel. Ailem. En let goed op jezelf. Yes, always.